We zijn vandaag in Slovenië om kennis te maken met de nieuwe Mercedes-Benz A-klasse. Nou zouden we natuurlijk een gewone introductievideo kunnen maken, omdat die auto nieuw is. Maar die A-klasse gaat volgens ons de komende tijd zo'n belangrijke rol spelen, dat we maar meteen zijn belangrijkste concurrent erbij hebben gehaald. Ja, want Mercedes-Benz gooit het met de nieuwe A-klasse werkelijk over een totaal andere boeg. Moet je kijken, wat een metamorfose, joh. Waar de vorige, oneerbiedig gezegd, een beetje een raar hoog gebakje was voor mensen die al eens een nieuwe heup hebben gehad, is deze nieuwe compleet anders. Ineens is het een lage hatchback die duidelijk moet appelleren aan jonge accountmanagers met glimmende zonnebrillen. Juist ja, precies in het vaarwater van de BMW 1-serie. Zo, in de nieuwe A-klasse. Deze auto heeft dus een belangrijke taak. Niet alleen omdat hij jongere kopers naar het merk Mercedes-Benz moet lokken, maar ook omdat hij het moet kunnen opnemen tegen de nieuwe Volvo V40, de nieuwe Audi A3 en dus die 1-serie. Aan zijn uiterlijk zal het in ieder geval niet liggen. Want je hebt echt enorm dikke bumpers, zo'n logo in de neus en van die hele fraaie dynamische lijnen op de flanken. Ja, ik moet zeggen dat ik het wel kan waarderen. Ja, het is duidelijk dat Mercedes-Benz met een knal wil binnenkomen in dit segment. Het is hoe dan ook een lekker onderscheidend autootje geworden. Kijk ook maar naar dat interieur. Het ziet er gewoon net even anders dan anders uit. Het iets wat hoge bling-bling gehalte zal vast niet iedereen smaak zijn, maar de A-klasse klopt wel van binnen. Het dashboard ziet er goed uit met die SLS-achtige ventilatieroosters en een losstaand navigatiescherm. Maar het voelt ook allemaal solide en de ergonomie is prima voor elkaar. In de 1-serie vind je echter nog sneller je weg. Het iDrive systeem is uitgebreider dan de commandbediening in de A-klasse en het werkt simpelweg gebruiksvriendelijker. En hoewel het smaakgebonden is, heerst er duidelijk meer rust aan boord van deze BMW. Wat ze trouwens wel leuk hebben gedaan, is de plaatsing van die automaathendel hier. Die zit net als bij de grotere Mercedes'en aan de stuurkolom. En dat zorgt ervoor dat je hier lekker veel ruimte houdt. Nu we het toch over die automaat hebben, hij zit standaard op deze A250 en ik ben er niet echt een fan van, moet ik zeggen. Het is een automaat met dubbele koppeling, maar ja, eerlijk gezegd merk je daar niet zo gek veel van. Ik vind zijn reacties wat afwachtend. Dat is een vaak gehoorde klacht bij Mercedes'en en ook deze heeft het weer. En ook de reacties op de flippers. Ja, ik vind het allemaal niet zo intuïtief als ik zou willen. Dat neemt niet weg dat je binnen de kortste keren 100 rijdt, want aan zijn motor ligt het niet. Je hebt een 4-cilinder met een turbo, 211 pk. Ja, en die krijgt echt wel voldoende pit in die A-klasse hoor. Het is puur die automaat die hem wat beteugelt. Zorg ervoor dat de reacties gewoon niet zo levendig zijn als dat je van een A250, let op hè, het dikste model tot op heden. Je hebt dan ook nog de A250 Sport, maar je zou toch verwachten dat die iets vinniger is. En dan het rijgedrag van deze A-klasse. Dat vind ik een pluspunt van deze auto, moet ik zeggen. Hij is wendbaar. En dat is al heel wat voor een Mercedes, eerlijk gezegd. Nee, zonder gein. Hij reageert goed op je stuurinput. Stuurgevoel is ook prima. Hij voelt lekker klein aan. Ik vond hem net in wat sneller genomen bochten wel wat onderstuurd. En als je dan van het gas afgaat, komt het kontje wel leuk omzetten. Dus de balans is best wel goed. Minder vind ik het afholcomfort. En dat had ik eerlijk gezegd wel beter verwacht bij deze Mercedes. Ja, en dan de 1-serie. Nou ja, het voornaamste verschil tussen die A-klasse en deze BMW is natuurlijk dat deze auto zijn aandrijving op de achterwielen heeft, terwijl die A voorwielaandrijving heeft. Ja, wat merk je daarvan bij dagelijks gebruik? Eerlijk gezegd niet al te veel. Maar één ding is heel storend aan deze auto, dat is dat BMW hem op 19 inch gezet heeft. Het ziet er fantastisch uit, maar laat het achterwege, want het berooft deze auto echt van een flink stuk comfort. Terwijl het onderstel voor de rest eigenlijk heel erg netjes is. Nou is deze weliswaar voorzien van instelbare dempers, dus je kunt hem op sport zetten en dan wordt hij wat harder. Maar gewoon het normale onderstel, ja, is eigenlijk precies hoe je het hebben wilt. Ik blijf erbij, die besturing die BMW monteert is ongeëvenaard. Die A-klasse die stuurt best fijn, maar hier zit gewoon veel meer gevoel in. Die auto die reageert directer, blijft ook beter op koers in de bochten. Ja, op een of andere manier ga je hier toch lekkerder mee stoeien. Ja,
en dan wordt het de vergelijking natuurlijk een beetje vertroebeld door het feit dat hier een handbak in zit en in die Benz standaard een automaat. Maar dit is wel mijn keuze hoor. Handbak, dus je kunt zelf bepalen hoeveel feedback je van die motor krijgt. Als je sportief wil rijden, is het echt wel mijn keuze hoor. De motor zelf is redelijk vergelijkbaar qua powerafgifte met die in de Mercedes. En ongemerkt is die ontzettend snel. En dan de ruimte. Ja, het mag duidelijk zijn dat ze hier allebei geen uitblinkers in zijn. Ik bedoel, in een 1-serie ga je niet voor je lol achterin zitten. Maar die A-klasse, die maakt het zo mogelijk nog bonter. Kijk, ten eerste is die instap vrij klein door deze daklijn. Maar ook, nou ja, laten we zeggen, als je 1,80 bent, dan gaat het. Ben je langer, zorg dat je voorin zit. En dan de achterbakken. Ook daar moet je natuurlijk geen balzalen verwachten. Al is die 1-serie tegenwoordig behoorlijk bruikbaar. Kijk maar. En ook hier delft de A-klasse het onderspit. Kijk, ten eerste is die opening, nou laten we zeggen, niet echt riant. En ook de ruimte binnen, ja, daar is die gewoon krapper dan de 1-serie. Concluderend, als je een A-klasse wil gaan rijden, zul je zeker wat offers moeten doen op ruimtegebied. Maar dan heb ik nog één struikelblok en dat is zijn prijs. Je hebt een instap A-klasse voor zo'n 29.000 euro. Dat betekent dat die 3.000 à 4.000 euro duurder is dan een vergelijkbare concurrent. Ja, en eerlijk gezegd, dan mag je een best goede auto hebben neergezet. Maar de toekomst zal moeten uitwijzen of die prijsstelling wel zo slim is in dit concurrentieveld.